Oh ja, tje. Fort. De Jiske bult is opgeroemd. Tje. Weg is het. Weg is weg, joh. Weg is weg. Weg is weg. Ja, ik vond het wel grappig, want ik hier dus een film kon maken over die Jiske bult die er vorige week nog lag. Toen ik het video's publiceerde, dan waren we hier dat maandje of tientje. En de volgende dag werd het gelijk ophellen door de omrin. Dus best nog. Ik kreeg een foto van Tamme, van de Big Bad Wolf Records. Die zei het. Ik denk van, ach, heden. Nou, ik vond het toevallig. Ik denk van, zo dan de omrin ik meisje en met de video's die ik meisje. Dat is wel leuk wijzen natuurlijk. Dan kan ik je en daar eens even wat signaleren zonder dat ik hier een app. Want ik reep ook van mensen die er iets onder zetten hier van. Doe ik eerst dus een app. Ik kan dan signaleren dat het rotzooi is. En dan komen ze waarschijnlijk opheilen. Ja, dat is het vaak wat. Hè. Ik registreer meer dan dat ik me echt actief ermee bemoei. Of dat ik denk, oh, begin te roemen. Dus ja, vreemd aan het ook wel zo. Mag misschien actiever met het oproemen van dingen of zo. Omdat ik het, ja. Dat weet ik net. Ik denk misschien wordt het te lui voor. Hè. Ik denk gewoon door de stad heen. En, ja, en ik registreer gewoon wat dingen. Het is net zo dat ik nou. Mag ik het dan ook beginnen op te roemen in dit? Ja. Doe maar een scapje hier en dan dit ook een beetje opdoen. Nee? Heel geen zin in. Dat heel geen zin in. Dat is mijn werk trouwens ik net. Ik ben een orenmeisje voor, toch? Die wil ervoor betalen. Die wil het mensen wel betalen. Dus ja. Mag ik het ook op roemen dan? Mag ik het nog bij pakken en dit voortgooien dan? Mag ik het nog voortgooien? Wat zit er aan? Godverdomme. Oh, moffen, hè? Wat zit hier op dan? Melvin. Melvin rond die rotzooi op, joh. Melvin. Ik doe het net. Vieze bende. Godverdomme. Nou, dit meisje gaat alsjeblieft zelf op roemen. Dat troep dit hier op verder gooien. Het is echt belachelijk dat je zo'n spul op een stripdeel gooit, of niet? O, bliksem, ja. Een dood. Nee, ik ga er niks mee, ding op stripdeel gooien. Hier, ik weer. Mag ik dan maar een ding hier beginnen en dan hier beginnen? Make the difference, zit er ook nog op, hé. Mag ik het dan echt oproemen? Ik weet het net, Jerry. Dan maak ik dus ook mijn camera en nog zo'n grieperke en een poeder nog roemer in. Dan maak ik zo'n constructie meisje dat ik een camera om mijn nekken heen haal. En dan weer nog wel ding in de hand. Dan liep ik zo'n artiest, wist hoor. Maar zo'n trommel op een rij en een mondharmonica in de moelen. En met een voet zo skoppen dat de trommel gaat. En een gitaar in de hand. Dat doen we net. Dat gaan we niet doen. Sorry meisje, ik even net doen. Ik zal even een blokje om, want ik ga nog steeds een bom. Wat is dit nou weer dan? Zo, hier. Waarom heb ik hem net op dan? Is dit van je? Nee. Oh, wat is dit nou weer dan? Waarom leidt het hier? Zullen we er gewoon in zitten? Ik heb nog roken. Ja, dat is het. Nou, maar die sigarettenprijs van tegenwoordig. Ja, 12.30 voor een pakje sigaretten. Hey, nou, let ik me hier gewoon zo lezen. Hey. Sarik is jou. Sarik ben ze hier. Hey? Zo let je gewoon de sigaretten hier gewoon lezen. Wat weet je van hier? Hallo, is iedereen. Wist u als je sigaretten verjetten? Wist u die sigaretten verjetten of niet? Sorry? Er zitten hier vaak jongens die eten rondbrengen. Oh ja, de. Met die grote bakken op de fiets. Ja, die grote rugzakken op de fiets. Ja, precies. Ja, en die zitten hier misschien wat te roken, dan te wachten op een bestelling. Ja. En dan die in je lezen het mooi is, ja. Hoe sneu. Ze komen wel weer terug, denk ik. Ja, zeg maar lezen litten? Ja. Ja? En we houden het een beetje in de gaten. Ja, dan hoor je hem in de gaten. Dan kom ik daar ook maar een keer daarin. Dan zullen we zien wat hij het ophellen had. Wat ben je precies aan het doen? Oh, ik ga een YouTube kanaal. Ik maak je video's. Ik ren je door de stad en dan, ja. Oké.
Dan beschouw ik het wat. Oh, hoe heet je kanaal? De Frieske Vlogger. Ja, okay. De Frieske Vlogger. En jij bent gewoon het... We staan bij de stand. Oh okay, ja, je staat bij de stand. Je bent je hoofdvast. Je bent je hoofdvast getuigen, toch? Ja, hoor, nee, best. Dan ja. Doe het. Nou, okay, succes, hè? Hoi, hetzelfde. Dan lik ze maar lezen, de sigaretten. Misschien komt er wel hier voor waarom. Want ja, maar het kostte wel net. Te overtreden voor een pakje sigaretten. Nou, dan steekt hij de eerste net in de boezem haast. Een rip uit je lijf. Aan de andere kant is het wel zoen. Ik heb ze net maar opgeroken. Dus in die zin, misschien is het een teken. Als het ophouden mag, maar smoken. Smoken. Ja, nou, het is wel mooi waar, hè? Het is heerlijk waar, meisje. Sintjes, kind. De lucht is blauw. Zo, prachtig. Mooi, hè? Ja, dan mag je fijn. Oh ja, ik heb nog een bon. Ik ga nog een bon van die auto worden. Die mag ik even inleveren hier. Het is natuurlijk een bijzonder dag. Het is ook net alleen de Internationale Vrouwendag. Het is natuurlijk een dag dat mijn zonnetjes... Mijn eerstgeborene. Mijn firstborn. Dus dat is ook mooi. Dat is wel heel feest. Party. Zo, even zien. Hier zie je kijk om werken. Hier komt voetbalshop.nl. Oh shit, dat is wel mooi, want het ziet er wel aardig wat leeg hier in. Goeie. Ja, goeiedag. Het ziet er wel aardig wat leeg hier in de Wurmerdijk, maar hier komt nog weer wat nice ook wel. De voetbalshop.nl. Zo? En jij bent helemaal isoleren, niet hè? Wat is dit? Ja, dan steek je natuurlijk in onder en. Oh. Dan moet je een beetje steun hè. Ja, ik zie het ja. Een beetje vakwerk hier, zeg maar. Ja, die hebben we meesten. Ja. Dat komt verder zo mooi. Het zijn allemaal beide kanten, zeg maar dus. Heb ik gezien dat de arm maar eronder of zo? Ja, maar met natuursteen erop lopen. Ja, zo. Natuursteen, ja. Mooi putje even zo. Ai, ai. Mooi waarde bij. We zijn er even uit, nog. Ja. Nou, succes, hè? Ja, dankjewel. Ja. Ik ben onder de koude kant trouwens. Het is. Ik ben nog in het skaart, aan de andere kant de zinnen. In de zin, wil ik alle dagen rennen. Je bent een rotzooi, machine. Waarom? Ja. Dat is ook wat vreemd hier. En dit ben natuurlijk, dit zit er uit als afvalbak, die ding. Ja, kom maar net om, dan. Het zit er uit als afvalbak, maar het zijn eigenlijk stroomkastjes, blijkbaar. Maar mensen die denken dan van, hé, hey, dit is afvalbak, maar dan komen ze toch, dan realiseren ze in één keer van, hé, hey, maar het is helemaal geen afvalbak. Maar ja, dan ga je er al deel uit. Dus dan ben je al jouw AirPods. Wat is dit dan? Oh, dit is gewoon een bakje. Ja, dan lijkt het er al bij, hè? Zie maar, jongen. Nou ja, hè? Zo, hier is de prullenbak. Hier is eigenlijk de prullenbak. Je kent die. Dit is een mooi leeg, dus ik heb van alles in nog. Ja, het is wat je net in de zinnen bent, dan is het maar vergloepende koud. Gloepende koud. Doe je voordeel poois. Wil je nou een poiskar hier nou dan? Er zit geen poois in de buurt hier. Poois. Ja, dan ga ik die kant even. Ja, daar ben je. Zo. Hoi. Goeie. Damasco.
sloot in de woon. Zakkoot. Oh, geen, ik had terras waar, jongen. Shit. Zit meestal op het terras daar. En wie daar in? Shit, zo. Oeh, ik vind dat net echt terras waar, maar je moest het rare zin is, kind. Je zit er nog meestal op het terras, hè? Hoi. Is dat terras waar? Is het al terras waar? Ja hoor. Ja? Zeker. Ja. Is het wel, is net wat koud? Sorry. Is het net wat koud? Nee, we spreken geen Fries. Nee? Nee, ja, zij wel. Nee. Oh. Oké, okay, nou ja dan. Oké, okay, nou succes hè. Ja, ja. Dank je. Het is Frieske vrede hè. We praten Frieske of we praten net. Daar komt het deel. Nou, goeie dag meneer. Lekker op een struin. Nou ja, oké. Okay, Nou, goeiedag. Hey. Keltig. Oh nee, ik ben met de vaak zezen, want dan word je kouder. Hè? Je zegt dat het is koud, dan is het koud. Je kan zelf ook warm praten. Oh, het is lekker warm. Zes. Heerlijk. Heerlijk, wat is hier lekker warm hier. Heerlijk. Oh, zo'n skateboard, een skater. Een skater, hè? Goeie. Ben je een skater? Ja, goeiedag. Hoi. Oh, ja, dit is natuurlijk een beklimming hier, wat, hè? Mooi, nog meer toer erbij. Prachtig, hè? Mooi, hè? Mooi. Mag ik vragen waar dat voor is? Jawel. Ik heb een YouTube-kanaal, de Frieske Vlogger. Ja. We stijgen met mijn bakkers op. Nou, dat weet ik niet. Ja, een beetje in de 40 misschien een beetje. Nee, hartstikke fijn. Niet echt te waarderen, maar... Huh, sorry? Het valt niet echt te waarderen. Nee, wat dan? Nou, ik hou niet echt van op camera staan, dus... Oh, oké. Okay. Maar goed. Ja. Ja. Heel wisse voor je. Sorry? Ik zei, het is al wisse voor je. Het is al wisse voor je, ja. Ja. Juist, ja. Je praat ik in Fries? Ja, ik versta het, maar we spreken het niet. Nee? Nee. Kom je uit Friesland of net? Ja, dat wel. Dat wel, maar je had nooit geleerd? Niet echt, nee. Nee, nee hè? Oké. Okay. Dus nu, elke keer als we in gesprek zijn, dan komt dat ook op YouTube. Ja, ik ga een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Ik film mezelf, ik ga een vlog maken. En wanneer komt dat erop dan? Ja, joer, denk ik. Vanmiddag of zo. Even zien. Kan ik ja. Het online zien? Ja, ja, de Frieske Vlogger. Frieske Vlogger? Ja, de Frieske Vlogger, ja. Ja. Duidelijk. Hoe later kan ik het zien? Ja, hoe was het voor jou? Ik weet het niet precies. Wat ik wil even zien. Ik weet het niet. En wat zien jullie dan? Het is mooi waar, joh, hè? Wat nee, dan net? Oké. Nee. Je bent er net zo wij van, hè? Nee, dat zei ik net ook al. Ja, ja, maar ik denk misschien dan nog even. Misschien hebben we nog iets meer gewend om aan te rekken, misschien. Nou, als het 2 minuten daarvoor niet was, dan is het 2 minuten daarna ook niet. Nee, nee, dat weet ik niet. Dat kan verorden, toch? Nee. Ik ben soms zelf wat veranderlijk van mening. Soms dan ja, verhoor ik dan wat. Bepaalde dingen wel, maar... Nee, dit net? Nee, op het gebied van camera's net. Nee, oké. Okay. Nou, best. Kan je mij zeggen hoe laat? Dan kan ik het zelf zien. Ja, nou, ik mag even inplannen. Wat zullen we zeggen? 4 uur? 4 uur. Ja, 4 uur. Friesk. Doen we 4 uur. De Frieske Vlogger. Ja, de Frieske Vlogger. Ja, nou, succes, hè? Fijn dag. Ja, hetzelfde. Hoi. Ik vind het een mooie tour, hè? Ik vind het wel een mooie tour. Vooral als naar de zinneskind, dan is die tour nog mooi. Vertel, jou mijn stoer en ik spring erover. Over die tour. Over de stoer. Mooi. Hoi. Mensen. Ja, sommige mensen zijn er net van gediend, hè? Die zijn net zo van de camera gediend. Ik snap het ook niet aan de kant, ik wil dat je, ja. Ja, aan de kant snap ik het wel. Oh ja, aan de kant snap ik het wel. Aan de kant, mag ik dan ook die oren kant gaan net? Weet ik net. Ik denk dat aan de kant. Ik die vrouw nog ook naar de kant kan. Dat is wel heel mooi. Jam, wat is dit, man? Een troep, jam. Daar ben ik niet mee bezig. Loud en Bach.
Oh, zo hier. Oh, dit bezig, want... Het is een beetje nieuw bezig, want... Loopt denk ik. Rijnsma bouwen. De Moustache Barbershop. Nou is de Moustache Barbershop. Ja, mooi. Dat is een mooi marketing. Hier zie je die hoort neer. Ja. Stay focused. Ja, heel vervelend. Ja. Stay focused. De volgende week dan is het weer vier, hè? Ja, sure. Nou, zullen we even wat hebben wijze kennen. Hey, dankjewel, hè? Ja, oké. Okay. Tot de volgende keer. Hoi. Oeh, hey. Net al hij let nou. Oké. Gitaar. Gitaren, orenkwarts. Zullen we dat wel even hier? Even denken. Komt je nou in een hele lichte auto with or without you van U2? With or without you? Oké, cool. Het is nu over 24. Ook met alleen naar de winkel toe. Ik word wel naar de winkel toe. Ik kom te vaak bij de winkel. En dan moet je in één keer alles halen. Dat zou volle handen hebben. Dus, maar, wat je nou dan voor ratzooi? Ratzooi. Nee, voor de rest is die net zo'n rotzooi in de auto. Dat valt ook wel taak, maar je nog net alle rotzooi benadrukken de hele tijd. Dat valt ook best uit. Dat is best een nette stijfvier. Dat valt ook best wel taak. Ja, dat meen ik serieus. Ik meen het serieus. Dat is best wel netjes. Het is primair de Ewaal, Jere. Zie je? Helemaal goed, Jere. Zie je? Wat je hebt niks. Zo goed naar de groen. Waait je weinig wat zo. Ik ga sporten. Zie je zo. Goeie, ben je nog hè? Oh, nog steeds. Je maar alle. Toch zou wel veel niet best, ken ik niks aan de hand. Hé, wat zei? Toch zou veel niet best, ken ik niks aan de hand. Nee, dat is weer rekken. Ik neem wat om en ja. Joh, maak je alle horecazaken hier van. Van alles bevoorraad. Van alles bevoorraad. Dus ja, ik zie het ja. Nou, hier ben je hinnen. Ben je al nergens? Ja, ik zie het ja. Je komt uit Sint Niks ook wel. Ja. Nou, succes nog maar even. Ja, dank je. Behagelijk wonen begint met goed isoleren. Ik word er net zo vies in. Dat is smark. Smark. Je zegt dat smark. Je zegt smark. Poeh, moest het even al. Praat, wat zit je nou dan? Hier was het niet. Hier was het niet. Oké. Rijksmonument, Jere. Rijksmonument. Oh, je wordt te huur, Jere. Te hier. Te huur, te hier. Te huur, te hier. Ik weet niet of ik zit, kent mijn huisbedrijf. Oh, dit is een restaurant natuurlijk. Dit is het voormalige Seoulmates. Je kunt een restaurant beginnen. Ik wil leuk een restaurantje beginnen. Er zit een mooie keuken zit erin. Ik weet niet of je een kerst waarschijnlijk net, maar... Oh, dat is leuk. Ik kan een restaurant beginnen. Dat is best wel mooi. 10 uur hier. Als je dan door de 10 uur hier in de week, dan zou ik wel een restaurantje beginnen willen. Maar ik zit net zo rond in de 10. Zou je misschien al je wel weten, ik ga horeca diploma's, dus ik zou zo instappen kennen. Ik ga ooit de middelbare hotelschool in. Dus, let's go. En wat voor restaurant zou ik dan beginnen willen? Een soort van Friesk restaurant. Nou ja, binnen een specifieke Friese
gerechten, behalve Friese Dunkers en wat Berenburg en Roeljacht. Dat is wel een heel beperkt arsenaal, denk ik dan, qua eten dan. Oeh, ik weet niet meer hoor. Dan mag ik deze man net filmen, want dat is wel leuk. Toch een. Ja. Zo, aan die kant is even goed. Zin is niet waar. Lekker hoor. Ik ga toch even naar de. Hij wordt kant, oh hier, ja, dat ben ik niet. Zo. Ik ben hier even van het water, hè? Geniet om. Het is vrij rustig in de stad. Ik heb begrepen dat de miniature people inmiddels. Ik ben. De miniature people ben inmiddels ik weer te bezien. Zullen hier ook nog weer wijzen? Ja, ja, hier, ja, zo. Hier is weer opgebouwd, ja. Zo. Zo. Daar zitten ze. Zo, zo mooi, zo mooi. Zo mooi. Ja, miniature people. Miniature people. Miniature people. Dat die meisje nog aan de stinde was. Pauw. Hoi. Pauw. 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 Telefoon donder de clown. Nog wat handig, hè? Oh, wat drietig. Waar is het openingstijd? Oh, and the ladies, man. You know, see, drives me wild. Come on. Oh, hier is de kleine bagijn. De kleine bagijn. Daar zit Henk. Henk, die zit daar. Die zit heel cool door, Henk. Henk zit heel cool door hier in de kleine bagijn. Hier is de kleine bagijn, blijkbaar. Daar zit er, hè, Henk? Ja, ben je net er al. Dat is mooi ervan. Oh, daar komt nog wel in, man. Oh, dat is Lindeboom. Nou, weer Lindeboom. Ja, hier een. Je kiest volgens mij. Het is creative. Creative. Ja, een creative. Kijk je zitten, de kleine bakijn. Daar wil je zijn. Oh, zit je met een er maar de handen over daar. Hier is die mensen boven daar in de steiger daar. Zo. Doe, daar. Dat is het. Daar. Hey. Goeie. Was het er net op? Wees dan klaar. Wat zei het? Wat wees dan klaar? Ik wil filmen. Voor wat? Voor mijn YouTube kanaal, in de Friese Vlog. Ja, ik ben voor mezelf, ik ben gewoon een soort hobbyist. Oh, ja, een hobbyist. Oké. Okay. Hoi. Ja. Nou, ons Jan. Ja, spannend, hè? Ja, super spannend. Hè. Hoi. Zo spannend is. Ah, goeie mevrouw. Mag ik je wat vragen? Altijd. Is het nog een Labrador of niet? Nee. Oh, dat dacht ik.
Nee, het is een kruising tussen een Friese strabij en een Amerikaanse bulldog. Oké, okay. Oh, dus hé? Een Friese bulldog. Ja, he? Ja, een Friese bulldog, ja. Oh, cool. Wat cool, hè? Ja, die Gerrit is de week labradors, dat die ben altijd zijn grauw labradors, omdat ze bewegen te weinig en ze eten te vol. Ja, dat is waar. Ja, hè? Deze is gewoon oud. Oh, dat is gewoon een oude hond. Ja. Oh, wat grappig, man. Cruising tussen een stabij en een bulldog. Ja. Heren, heren. Het is wat, hoor. Hoe krijg je het in de plassen zo steeds? Maar ja, het is wel, ja. Ja, het gebeurt, ja. Ja, die meisjes kijken wel eens, hè, dat twee uitersten elkaar vinden. Nou, succes, hè? Ja, hetzelfde. Hoi. Ja, ik ren even verder. Richting ik weet net waar. Dit is gewoon een hele lange video. Daar ben ik gewoon wat rustig in hinderen. Ik schuim de straat en hier wat af. En ik ga naar links. Naar loft. Je schuimt de straat en af. Op zoek. Ik weet net wat het zo'n dag. Ja, de Grutterswinkel. Die Grutterswinkel, hè. Die moet je een keer zo'n mooi dingetje krijgen. Mooi winkeltje, hè. Prachtig, hè. Zie je, zo'n mooi spoorpje krijgen. Goeie. Blikken konden doden. Lieve Hollands. Oh, dat is wel heel lang in dit. Dat zie je Hollandse artiesten wel gelikt uit, hè. Dus dat is toch wel. Zie hoe gelijk dat die meisje eruit ziet, jongen. Vooral die man. Jeetje. Zullen we dat echt zo uitzien of zou ik nog Photoshop wijzen? Dat vind ik nog wel eens aan, man. Het is net met die ene vent die van de ik wil zeggen, hoi. Die Bacardi Lemon, man. Dat is echt zo'n glijde raker. Zo'n gladde raker. Oh, zit deze man, die roemt het gewoon even op. Zie je? Dat is netjes. Ja, ja. Dat is netjes, laat die een putterrat zo hier. Ja. Oh, dit is wel heel netjes dat jullie dit doen. Jij hebt het erbij, of? Ja. Nou, succes maar, hè. Dankjewel. Mooi weer, dus he? Goede voorbereiding. Ja, het is mooi waar, ja. Terrasje wordt vol, net. Het is wel fris, maar... Ja, het is fris, ik vind het in de skaart, het is fris, jongen. Het kippenvel staat op de arm. Ja, zo kijk ze, ja. Maar dat is wel een mooi ingrediënt. Spek en friet. Nou, huppakee, wat wil je nog meer? Oh, lekker vet. Ja, nou, succes, hè. Tot de volgende. Hoi. Ja, hoor. Ja, de terrassen, die gingen we er vol natuurlijk. Ik moet bellen. Ik moet schillen. Ah, vol beda, oh god. Oh god. Ja? Hoi. Ja? Ja? Oh ja, ja. Ja. Ja, in principe kan je gewoon niet helemaal ondersluiten dat maatje, want dan is het waarschijnlijk mono, maar dat maakt het gelijk wel weer goed, man. Maar wat voor XLR had die man dan? Wat hebben we... Maar kreeg je dan een mannetje of een vrouwtje? Ja, ja, dat kerst in een van die oren, die kerst erop, ja. Ja. Nee, je hebt zoals we in die C100 waren kennen, heel het worst. Ja, het maakt het eigenlijk net heel vol uit, maar het kan. Ja, 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 ja. Nou, instellen is sowieso wel matig, maar goed. Ja. Hoi. Dat ding, dat weet ik niet. Ik denk dat het gewoon even jaren maast. Even zien. En even zien, als dat kan. Ik zou gewoon even op die adem. Ja, dat was nog wel een de komstoel is. Ja. Oké. Okay. Hoi. Shit. Ja.
De compagnon belt hem, hè? Oh, dan ben ik. Ontwandelen volgens mij al los. Je ontwandelen, dan keur je. Ja, het lijkt er mooi bij in het terras, hè? Dat weet je wel. Ik denk dat meestal op het terras plak nemen, Silio. Maar het is net. Het is net per se heet. Zullen we even zien hier. Oh ja, ik daar in. Ja, zo. Passie. Dan lees je wat los hier in de ruiterskortiek. Oh, ik kist van het denken aan om eerst te stroekelen. Struikelstenen. Nou, dat is wel het oors volgens mij. Hoen. Ja, ik ben zelf net per se een hoenenman. Als je het zeiden kennen, hoeneman. Ben je ook een hoeneman? Nee, ik ben net een hoeneman. Kan je een hoeneman? Is dit een politieagent? Wat voor persoon heb jij? Ja, die in de keuken, een boet. Let's go. Ik ben daar dan, hè? Ik kan daar ook dan. Oh, die oosten wien is koud. De eerste wien. Oh, daar hebben we is een muzikant ook weer. Ah, goeie. Waar is jouw gitaar? Waar is die gitaar? Ja, die heb ik even thuis. Wat dan? Dan, zit je nog spelen? Juist niet eigenlijk, ik word hier, nee. Oh, spannend. Nee, ja, toen is het een dagje vrij. Een dagje vrij, ja. Ja, nee, het is nog vroeg, dus. Okay. En het is ook best wel koud, dus. Het is wel koud, hè? Ja. Ik dacht van lekker warm, maar het is wel. Ja, maar als je staat te spelen, dan. Ja. Dan is het gauw afgelopen, hoor, na een paar nummers. Ja, dat snap ik wel, ja. Dus, dat is ook niet leuk. Nee. Dus ja, moet je mij even afwachten. Wacht, wie kan je dan spelen dan? Ja, normaal speel ik elke dag wel eventjes hoor. Ja, hè? Ja. Ja. Nou, dat leeft toch wel een paar knaken op natuurlijk, toch? Af en toe wel, af en toe niet. Het valt wel mee hoor. Meestal ga ik tot een tientje of zo, 20 euro en dan hou ik er mee op. En dan heb ik wel weer een pak check verdiend. Ja, dat zien we ook steeds. Maar het steeds langer spelen om een pak check in te kennen. Ja, zeker weten. Ik heb van Helle 20 euro. Ja, wel ook, hè? Dat kost nogal wat. Ik zei niet, schrik nog een pakje sigaretten en lezen, 12 euro terug. Ja. Ja, 44 denk ik of zo. Ja, precies. Ja, normaal had ik wat goedkoper een check, maar vanille heb ik nu toevallig, maar dat is 20 euro, hè? Ja, wel ook, hè? Daar betaal je wel wat voor, ja. Ja, maar dat wordt voorhand er open, ja, hè? Dat ik begon was nog maar 3,50. Ja, gulders. Ja. Gulders ook nog. 3,50, ja, jongens. Nee, inmiddels is dat mazelaar. Hè? Oh, ja. De vrouw die wat heeft mij met de scooter zeker, ik weet het. Nou, het is helemaal. Is dat een winkel? Ja, oké, jongen. Ja, nou, moet je in, hè? Dag. Ja, hetzelfde. Hoi. Ik wil zelf ook ooit nog een keer op een stedensteen te spelen, maar dat komt er maar van. Misschien van het simmer nog maar even een keer. Hè? Dat zou wel leuk zijn. Kom er op weer op de markt. Ik denk maar net wijzen, want. Zo drogatair is hij. Ongelooflijk. Ik kan wel een blik blokje doorheen rennen, maar. Even zien, man. Oh, wat denk je hier, man? Doorstekken. Het is zo droog hier, man. Op de markt. Op een merk. Zien, man. Droog dat hier is. Ik heb eens die vergeet hier. Of jou is die vergeet waar hier. Zo droog is die. Mag ze zien.
Ongelooflijk. Ongelooflijk zeg. Ik ben eigenlijk naar de winkel thuis. Ik ga gewoon snel naar de markt erin. Zo. Nou, dan ben je dus. Er staan dus meer horecabedrijven hier te huren hier in jouw dikke stek nog een. Een bedroken beginnen het wie voor mij is alsof een sushi grill wok weer is. Ja, dat kan je dus. Ja, ja, dat hoeft natuurlijk net zeggen dat je weer sushi grill en wok in haar matten, maar ja, je kan dus een restaurantje beginnen. Het is wel leuk wezen, hè? Dat droomt er eigenlijk iedereen van, toch? Van goeiedag even. Ja, best met die. Ja, best hoor. Ja? An apple a day keeps the doctor away. Oh, sure, ja, nou ja. Ja, een appel. En nog meer, ja. Of alleen maar een appel? Een DBO'tje, doelloze blokje om. Even lekker strunen. He, nul verwacht, wees het wel. Meer heb ik niet te zeggen. Hoppakee. Oké, okay, goed zin, hè. Hoi. Ja, waar willen we nou net een restaurant beginnen, hè? Dat wil je toch gewoon, een restaurantje. Ja, zullen we weten wat voor gerechten inderdaad. Ja, Friese gerechten, maar... Ik wil denk ik een... Ik weet het net. Een broodje zaak, lessen. Oké, okay, ik had toch wel in de horeca doen, maar zo een ding aan het werk, van foodtruck-achtig iets of zo. Nee, dat is dan. Ja, zo'n festivals bij Delkest of zo. Dan maar heel lekkere broodjes. Of misschien pasta of zo. Ik wil lekker Italiaans, zo Italiaans eten of zo. Ik zie het ding, maar dit is wel een heel specifiek iets. Van gewoon, dat kan een soort van. Restaurant beginnen zodat hij alles gorgonzola. Alles gorgonzola. Dus alles met gorgonzola. Ja, dat is een heel slechte date, denk ik. Maakt me net warm misschien. Net iedereen is fan van gorgonzola, denk ik. Sjo? Hallo. Heel is ze nog, Sjo? Ja. Nou, ben je nog. Zo. Had jij het neergelegd? Ja. Even kijken wat mensen zouden doen? Nee of... hoor, nee. Ik heb het helemaal niet neergelegd hoor. Maar ik was hier twee, ik denk... ik wie hier een Sjo langs Lien. Ja, dikke oerlien weet je rek. Ja. Oerlien zie je rek al. Ja, maar er zit niks meer in volgens mij. Oh nee? Nee, want ik ga er even met een skontje in een skop, maar het zit niet zo leeg. Nee, je wilt het eigenlijk daar in de prullenbak gooien. Ja. Ja, hè? Nee, is het oording, hè? Is het ja, ik weet het niet. Ja, ik voel je. Het is heel licht, ja. Nou, dan neem ik ze maar, hè. Dan vind ik ze gewoon leren. Wat? Is net goed voor die. Nee, dat is het voor mij. Waar zijn het voor mij is? Waar zijn het voor mij is? Dat is nee, niks voor mij. Als ik schoon, dan een keer aan de woning getrokken. Kijk eens bij de mijne. Kijk eens een keer in nu delen, hè? Zo, machine. Huppakee, die gaat de boes in. Ja, dan mag ze even zeggen. Nee, dan mag ze even naar het Zuiderplein 34 daar komen. Zuiderplein 34. Ja, steeds dat maar. Dan lezen ze. Ja, dan kan je een briefje daar lezen. Van wist die sigaretten kwijt rekken, ze lezen op het Zuiderplein 34. Worden ze heel goed beheerd. Ik ben duurde pakjes hoor. Ja, daarom. Dat is. Als je dan moest je komen en die zei van ik ben mijn sigaretten inderdaad, dan maar Zuiderplein 34. Ja, doorwerken. Ja? Ja, best. Oké, okay, succes. Hoi. Hoi. Kijk, als we nu delen, hè? Dan ben ik in één keer ook een heel cool figuur. Zo van, hé, hey, machine. Ga je om een sigaretje te vallen? Ja, die hak wel. Vooral voor de daklozen die ik aan het zien kom, waar ik ook mee praat. Dat is een sigaretje, dat is altijd goed, hè? Ook daarmee om kom zetten. Zo van, hé, hey, jongens. Moet ik een sigaretje van je gaan? Nou, dan is iedereen blij. Het is een soort valuta, hè? Ik hou begrepen in tien van... in een gevangenis bijvoorbeeld, of in een andere tien, dat ook in geld is, dan is een sigaret en ben ik valuta. Ik kan mijn sigaretten betalen. In de gevangenis kan je mijn sigaretten betalen te kennen. Nou, ik weet net dat ik nog in de gevangenis bedaren, maar... dan haak ik valuta. Valuta. Nou, ik zal naar het kantoor, zo aan het genieten. Nou, mensen, bedankt voor het zien. Tot de volgende keer weer. Doei!